In Rotterdam wordt een boeiende tentoonstelling van schilderijen gehouden die menig kenner in verrukking brengt. De expositie vindt plaats in de diergaarde Blijdorp en de doeken zijn van de hand van de gorilla Sophie. De oppasser is haar met de voorbereidingen behulpzaam. Een pisang bevordert de inspiratie. Als Sophie alle noodzakelijke materialen heeft gekregen, dan kan het scheppen beginnen. De aap Sophie is niet van gisteren en schildert dus abstract. Zij gaat echt met haar tijd mee. Nee, sterker nog, ze is zelfs wat voor, omdat ze de vitaliteit van het oerwoud heeft behouden. Wat dat betreft steekt ze vele menselijke collega's, ook diegenen die eveneens niet van gisteren zijn, de loef af. Midden in de scheppingsdrift is een likje verf een extra stimulans. Het resultaat mag er zijn. Het is museumrijpe kunst. Dat is het minste wat ervan te zeggen is.